De Nationale Stichting Hindoestaanse Migratie heeft gisteren een lezing gehouden over het leven van de Hindoestaanse vrouwen tijdens de contractperiode 1873 tot en met 1921. Een lot van onderdrukking en opoffering gedragen met kracht en moed. De aanleiding van deze lezing is een onderzoek van de historica Tanya Sitaram. Volgens haar is de positie van deze vrouwen namelijk te lang onderbelicht geweest. Met het onderzoek brengt Sitaram deze vrouwen en hun verhaal voor het voetlicht. De historica kwam tijdens haar archiefsonderzoek verschillende vormen van geweld tegen, waarbij meestal vrouwen het slachtoffer waren. Tijdens de lezing hebben prominente vrouwen inleidingen gehouden, onder wie VHP-parlementariër Krishna Prasad Mathura en de korpschef van het Korps Politie Suriname, Agnes Daniel. Mathura vindt dat er de afgelopen tijd in de media te veel geweld tegen vrouwen is geweest. Ik denk dat omdat u bewust bent dat we dienstbaar moeten blijven zijn, dat we moeten blijven dienen, dat we moeten blijven zoeken naar oplossingen, dat we moeten blijven zoeken naar mogelijkheden om mensen in elk geval te laten zien wat de impact van al het geweld is en wat het doet met ons en wat het doet met onze samenleving, dat we actie moeten ondernemen en zeggen van, u bent hier, laten we samen praten erover. Laten we in elk geval het probleem bespreekbaar maken. Laten we ook horen hoe de deskundigen daarover denken, hoe andere mensen daarover denken en hoe we met elkaar en met u zoeken naar oplossingen om die cirkel van geweld te doorbreken. Ik ben ervan overtuigd. En ik organiseer dit ook als lid van de Nationale Assemblée, omdat ik 2 jaren terug ook doordrongen van het feit dat je niet aan de zijkant kan blijven staan. Als er zoveel gebeurt in je land, als er zoveel onrecht is. Volgens de korpschef is het nodig om op verschillende niveaus doelgericht samen te werken aan het terugdringen van geweld en geweldsuitingen. Daniel heeft haar bevindingen met de cijfers van het KPS aangetoond. Verschillende vormen van geweld kwamen daarbij aan de orde. Volgens haar moet er hier en nu een oplossing komen. De oplossing voor geweld is niet een 1, 2, 3 situatie. Ik heb geluisterd naar de inleidende woorden van mevrouw Mathura. Het is belangrijk dat er holistisch naar de aanpak wordt gekeken. Niet alleen vanuit een bril van handhaven wanneer het is gebeurd of proberen te voorkomen. Maar daar in between moeten er een heleboel zaken zijn weggezet. En daarom is het belangrijk dat er integraal beleid komt met beleids- en actieprogramma's die op elkaar aansluiten en op elkaar zijn afgestemd. Want anders krijg je die eilandjes en dan brandjesblusjes situatie en verwijten naar organisaties die steeds in het voetlicht treden gewoon omdat zij een bepaalde rol hebben, leest Korps Politie Suriname. Het belang van samenwerking er zijn volgens mij geen woorden om te benadrukken hoe belangrijk het is om samen te werken. En samenwerken op alle niveaus. Korpschef Agnes Daniel van het KPS. Zij heeft gisteren haar bevindingen over geweldsuitingen gepresenteerd tijdens de lezing over Hindoestaanse vrouwen tijdens de contractperiode die is gehouden in het Lalaroek-gebouw. De lezing is georganiseerd door de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie.